gespannen gezichtjes bij de leerlingen van groep 8 als de haaieneieren vanmiddag in het aquarium in de klas worden gehangen. Ja, eerst dacht ik dat het een grap was, want het klonk wel heel erg apart. Ja, het is wel spannend eigenlijk. Het is een grappig project. Ja, dat vind ik echt heel erg gaaf. De bedoeling is dat de leerlingen de komende maanden zelf voor de eieren gaan zorgen. Eten geven hoeft niet, de haaien eten uit de dooier in het eitje. Maar ze moeten genoeg andere dingen doen. Waterkwaliteit testen, het raam een beetje schoon houden, niet te veel algen groeien. En zorgen dat de eitjes goed ontwikkelen. Als ze zien dat die eitjes helemaal inzakken, dan moeten ze ons even erbij roepen. En dan gaan we kijken of het eitje nog wel gezond is of niet. Want ik zie dat jullie ook vissen hebben. Kunnen jullie daar al een beetje voor zorgen of niet? Nou ja, wij doen het niet, de meester doet het. En we hebben ook wandelende takken, maar dat doet de meester ook. Het is niet omdat jullie zelf niet die dieren kunnen verzorgen? Nee, denk ik niet. Ja, en bang dat het misgaat, zijn ze bij Sea Life niet. Het kan altijd zijn dat het water hier in één keer heel slecht wordt, dat de temperatuur niet goed gaat. Er zijn een hoop dingen die mis kunnen gaan, maar die kunnen in wezen overal misgaan. En hebben we natuurlijk zelf thuis ook nog op Sea Life nog genoeg eieren over om daar veilig ook uit te broeden. Sea Life hoopt dat de leerlingen door het project enthousiast blijven voor de natuur. En een naam hadden de dieren vanmiddag nog niet.